Martin van Rijn, nu de nieuwe man. Notabene een PvdA'er in een kabinet waar de PvdA helemaal niet in zit. Bruno Bruins. Was je verrast door Bruno Bruins? Nee. Ik vond het heel zielig. Maar we moeten gewoon concluderen. Bruno Bruins is een hele integere man. Maar dat is een man voor op de achtergrond dingen te laten doen. En dat is geen boegbeeld. Zodra hij een boegbeeld wordt en dus in de camera's het volk toe moet spreken, dan blijft er niks van de man over. Want hij heeft dat charisma niet. Daar is hij niet geschikt voor. Dat blijkt voor de zoveelste keer uit dat je nooit dingen moet doen waar je niet in bedreven bent. Zeker niet in functies die hij had. Want het kwam niet over, het verhaal. En hij is er een beetje onderdoor gegaan. En hij heeft zich natuurlijk helemaal een slag in de ronde gewerkt. En dan heb je Baudet en Wilders en die vervelende gozer van GroenLinks. Die dan weten dat de camera draait. En die gaan dan hun eigen showtje voor hun achterban. Wat helemaal geen nut heeft. Want ze zouden nu wel eens een keer solidair kunnen zijn met de regering. Want we hebben allemaal hetzelfde probleem. Maar die vinden dan toch hun one-man show belangrijker. En dat ging ook weer ten koste van die arme Bruin. Ik begreep, Johan, dat niet iemand even naar hem toegelopen is en gevraagd ging, gaat het niet goed? Want hij hakkelde al wat. Je zag het, hè? Hij was het helemaal kwijt. Ja, en met die klaven, ja. Hij zat totaal in een je zag echt dat hij maar aan één ding dacht, blijven staan. Staan. Weet je, hij voelde zich natuurlijk niet goed. Ja. Dat zag ik nog wel. Ja. Maar er was toch niemand die even naar hem toeliep en zei van, gaat het nog wel? Nee, maar ja, goed. Kijk, eigenlijk is het heel voorspelbaar wat met die man gebeurd is. Die man kun je niet naar voren schuiven. En hij heeft het ook niet in mijn ogen al te best gedaan. Want hij heeft ook die ziekenhuizen om laten vallen. En ik denk, nu is de plossing geld voor alles. Prima dat ze dat doen, dat ze hun nek uitsteken. Maar ze hadden toen ook wel hun nek uit mogen steken om die twee ziekenhuizen te redden. Ja. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè? Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.